Nou, Pedro, laat maar eens zien, de applausmeter. Want ik zeg het u nu vast, hè? Ik kijk u alle aan, het gaat een beproeving worden. Het kabinet weet niet dat we het rijkste land ter wereld zijn en morgen bij het ontbijt zal ik tegen mijn vriendin zeggen, schat, wist je, Willem Vermeend heeft over een half jaar een nieuwe iPod nodig en bij Apple weten ze dat nou al. En hij gaat hem kopen. Juist. Nee, maar ik vond het wel mooi. Maar ik stond net nog met Vermeend in de pauze even te praten. Dan zegt hij, gooi, dan hebben we het ook allemaal over wat we dan zo verdienen hier vandaag. En toen zei hij tegen mij, Mark, ik heb SAP vandaag toegezegd 25% van mijn gage in te leveren. En toen keek hij zo naar mij. Ja, ik zei, ik zeker 30 jaar ben niet gek. Ik ben geen deskundige, dames en heren. Ik weet ook niks van die kredietcrisis. Ik bedoel, ja, het is 2 voor 12. Astrid, ja, dat hoor je dan. Maar ik heb een hele andere mening over de kredietcrisis. Volgens mij is er helemaal... Die is er helemaal niet. Dat is gewoon een... Ja, ik bedoel, er zal best een begrotingstekortje zijn. Maar een kredietcrisis, ja. Ja, ik zie jullie nou kijken als Noach die ziet dat hij zelf de boot heeft gemist. He, zoals, als een olifant die voor het eerst een naakte man ziet en denkt, moet je door dat dingetje ademen. He? Alsof je net hebt gehoord dat je Siamese tweelingbroer heftig homo is en dat is lullig met maar 1 kont. Nee, maar zo kijken jullie. Nou, nee, maar ik heb contact gehad met de organisatie. Dat is leuk om te vermelden. Ik heb Bea Lochtenberg even aan de lijn gehad. En goed, ik vroeg, ja, kun je even uitleggen waar het congres dan even zo snel over gaat? Want ik ben er ook alweer 6 jaar uit. En nou, toen zei ze, nou, kort gezegd, hè, of je core business nou supply chain management of governance of risk of compliance is. We kijken of het mogelijk is om via master data management, global supply chain transformation, wie weet, via outsourcing, business intelligence, flexibele, transparante monitoring van processen en systemen te komen tot een quality improvement. Ik zeg, wacht even, Bea, je moet tegen mij praten als tegen een kind van 5. Oké, zegt ze, is je moeder thuis? Want communicatie, daar gaat het over. Dat moet natuurlijk duidelijk zijn. Dat moet goed, snel en efficiënt. Want daar zit vaak het probleem ook van jullie. Hoe leg je dat op een goede manier snel en duidelijk uit aan mensen die er helemaal geen weet van hebben? Nou, dan heb ik een paar dingetjes die je mee moet nemen. Nou, niet te moeilijk gebruik, niet te moeilijke woorden. Niet te wollig. Niet te wollig, probeer niet te meer. Weet je. Ja, hij is nogal verlegen. Toen zei hij, nee, hij is niet verlegen, hij is een beetje contactzuinig. Dan denk ik, ja, het kan wel. Oeps, laat ik meteen dat toch per ongeluk een incorrecte ozonstimulans. Weet je, dat verbloemend taalgebruik, daar moeten we vanaf. Gewoon zeggen waar het op staat. He, communicatie moet kloppen. Oh, zeggen jullie dan? Ja, dan hou je toch van computers, want computers kloppen altijd. Die kloppen altijd. Nou, die van mij toevallig net niet. Die van mij zegt steeds can't find printer, terwijl dat ding staat er gedorie naast. Dus wat dat betreft. Nou, allereerst, we moeten proberen te relativeren als iets tegenvalt. He, werk je bij Dow Chemicals en draai je daar nog steeds het prehistorische R2-systeem. Relativeren. Weet je wat erg is als je klakson blijft hangen, net als je achter een groepje als ezels rijdt? Kijk, dat is erg. Of je zit in het vliegtuig en de 2 mensen naast je krijgen seks en jij zit in het midden. Of je krijgt een hartaanval en je dyslectische vriendin blijft maar 221 bellen, 221 bellen. Zijn er problemen? Gooi het er meteen uit. Hop, lef. Ik zeg, krop het niet langer op. Ik zeg altijd, hij die gaat slapen met jeuk aan zijn kont, wordt wakker met een stinkende vinger. En dat krijgt u dadelijk allemaal op een tegeltje mee naar huis. Ik zou zeggen, Pedro, zet de applausmeter aan. Ik dank u en tot ziens.